RTL4 is gisteren op de zondagavond begonnen met de nieuwe spelshow Thief Lore. Het is voor het eerst in jaren dat John de Mol van zijn formats lanceert bij de concurrent in plaats van op zijn eigen tv-zender SBS6. Daar heeft hij Cabaret geprogrammeerd, vaak matig bekeken, dus dat helpt alvast, analyseerde Tina Nijkamp gisteren al. Een beetje dan, Thief Lore wist 816.000 kijkers, 14% marktaandeel, te boeien op RTL4, terwijl Bert Visser bij de concurrent een score neerzette van 594.000 kijkers, 11%. Eigenlijk had Tina voor de spelshow met presentator Edson da Grasse wel 1 miljoen kijkers verwacht, maar dit is volgens haar ook niet slecht. Tina, wat een slapeloze nacht zullen ze achter de rug hebben. John, Edson, het team, maar ook de bazen van RTL4. Wat scoort Thief Lore? Het antwoord is daar. 816.000 kijkers en in 20 tot 54 jaar een marktaandeel van 18%. Tja, dat is zo'n score die net niet goed genoeg is voor slagroomtaart. De score is gewoon prima, maar ook niet meer dan dat, aldus Tina. Geen 1 miljoen kijkers, daar zal John van balen, maar het is ook zeker geen flop. Tegenover heel Holland bakt is het oké. Al scoorde weet ik veel op zaterdag 100.000 kijkers meer tegenover Wie is de Mol. Het is een oké score en dus zal ook volgende week extra spannend zijn. Na een eerste afleveringen raken de meeste nieuwe tv-programma's kijkers kwijt. Hoeveel dalen de kijkcijfers of blijft het stabiel en stijgt het? Heel Holland bakt was met 2,8 miljoen kijkers, 48%, veruit de grote winnaar op primetime. Direct erna hield de stamhouder nog 1,3 miljoen kijkers, 26%, vast op NPO1. RTL4 wist na Thief Lore slechts 557.000 kijkers, 12%, vast te houden met de talkshow van Renze Klamer. Verder was dus Bert Visser op SBS6 het meest in trek op primetime, gevolgd door NPO3's De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld, 485.000 en 10%. Thank you.
Thank you.